dit jaar viert Nederland dat het 70 jaar geleden werd bevrijd van de Duitse en Japanse onderdrukking. Tegelijk lijkt de wereld in brand te staan. Zijn oorlog, grootschalig geweld aan de orde van de dag. Het landelijk thema voor herdenken, vieren en herinneren is dit jaar vrijheid geeft geduld. Wie de ogen sluit voor het verleden is blind voor de toekomst. Vrijheid is nog steeds niet vanzelfsprekend. Dat doet de vraag rijzen hoe het verhaal van de verschrikkingen van onderdrukking en bezetting blijvend kan worden gehouden en hoe ons oorlogsverleden zich verhoudt tot de actualiteit. Die wachten op vrijheid. Dat hoeft toch helemaal niet. Maar als je nou eens naar jezelf kijkt, dan heb je nog steeds ruzie met je broertje of je zusje. Dan heb je toch nog steeds geen vrede. Denk daar maar eens over na. Daarnaast ben ik niet voor niets gevraagd om hier vandaag voor u te staan. Dit wordt dus een experiment. Daar is 4 mei misschien niet de dag voor, zou je kunnen zeggen, maar eerlijk gezegd ben ik daar niet van overtuigd. Het verdriet en verlies waar de mens op momenten als dit mee om probeert te gaan, het berouw en het bezinnen, het kijken in de donkere bek van het beest dat de mens kan zijn,
Dat alles is wellicht soms ook juist levensvatbaar wanneer het is gegoten in een nieuwe mal, een nieuwe vorm. Om dit te kunnen bereiken, kan ons inziens niet langer worden vastgehouden aan de datum van de Heerlijk. Na ampele overwegingen hebben wij ervoor gekozen om met ingang van 2016 de herdenking te houden op de woensdag van de tweede volle week van september. Voor 2016 is dat woensdag 14 september. Door de provinciale dodenherdenking direct vooraf te laten gaan aan de bevrijding van Brabant, kunnen wij het vasthouden aan tradities zoals die in Waalwijk gegooid zijn, inhoudelijk ook het thema van vrijheid meenemen. Wij vragen om uw begrip voor deze stap en rekenen op uw onverminderde steun voor de provinciale dodenherdenking op 14 september in Waalwijk. Nadere informatie over de opzet van deze herdenking, nieuwe stijl, kunt u van ons tegemoet zien. Het krans wordt gelegd door de vertegenwoordigers van de Nederlandse krijgsmacht. Kolonel A. van der Bout, commandant Koninklijke C. Estrecht Zuid. Luitenant-kolonel F. Oostboom, vliegbasis Eindhoven. Brigadegeneraal G. van Keulen, commandant 13e Lichte Brigade. Krans wordt gelegd door de vertegenwoordigers van de European Air Transport Command. Militair vliegbasis Eindhoven, Major General C. Badia, commandant European Air Transport Command en mevrouw L. Badia. De
de vertegenwoordigers van de Protestantskerken in de klasses Peel en Kempeland en PKN. Mevrouw Dr. Van Leeuwen en echtgenoot. De vertegenwoordigers van het Koninkrijk België, de heer J.M. van Strijdonk, consul, en mevrouw van Strijdonk. De vertegenwoordigers van de ambassade van de Verenigde Staten van Amerika, kolonel Buzerio en Mrs. Buzerio. De vertegenwoordiger van de Franse ambassade, kapitein F. Georgenin. De vertegenwoordiger van de stichting 1940-1945, de heer H. van der Sand. De vertegenwoordigers van de politie Brabant Zuidoost, de heer Hel, hoofdoperation Brabant Zuidoost, politiechef Oost-Brabant, de heer Van Riet, chef basisteam Kempen, de heer Van Hees, operationeel expert Kempen. De vertegenwoordigers van de Nederlandse officierenvereniging, afdeling Oost en West-Brabant en Zeeland. Luitenant-kolonel Dagenny B. de Groot en zijn echtgenoten en kolonel buitendienst F. Leijten. De vertegenwoordigers van de Stichting Veteranen Brabant Zuidoost, de heer en mevrouw Vleeshouwers. De vertegenwoordigers van Vereniging van Oud-Strijders van de Koninklijke Brigade, prinses Irene, kolonel buitendienst A. Herbrink en hoofd krijgsmacht Aalmoezenier, kolonel buitendienst J. van Lieverlo. De vertegenwoordigers van de Bond Oude Stootroepers, de heer en mevrouw Kane. De vertegenwoordigers van Contact Oud en Actief Dienende Mariniers, Eindhoven en Omstreken, de heer J. van den Boek en de heer Koenen. De vertegenwoordiger van de Bond Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers. De heer Van Dier, mevrouw Van Dier, mevrouw Hilberink en de heer Van Vaassen. De vertegenwoordiger van het Orgbestuur Heinrich Willigwort, vicevoorzitter mevrouw De Leeuw en diake Leijtens. De vertegenwoordigers van de basisschool De Drijfveer, leerlingen Lieselot, Marit, Merlijn en Nika en mevrouw Esther Paulussen. Het bestuur van Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelde. Vertegenwoordigers van de Scouting Aalst-Waalre. De hoofdventeliers van de Brabantse Gilde die in voet brengen met het vaandel.